Goedemorgen, welkom bij het Beursjournaal van maandag 5 januari. Op het Damrak is de stemming voorbeurs positief. De AIX-index won vrijdag op de eerste handelsdag van 2009 reeds 5%. De verwachting is dat dit een matiger vervolg krijgt. Beleggers zijn optimistisch dankzij Barack Obama, die een belastingverlaging van $310 miljard wil doorvoeren. De Britse premier Brown heeft in een interview gezegd dat de regering een tweede kapitaalinjectie voor banken voorlopig uitsluit. Afgelopen najaar trok de Britse overheid £37 miljard uit om onder meer Royal Bank of Scotland en HBOS overeind te houden. De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft de afgelopen 16 jaar liefst 8 maal de handel en wandel van Bernard Madoff onder de loep genomen. Op tips van een New Yorks hedgefonds, die de activiteiten van Madoff als zeer ongewoon betitelde, deed de SEC onderzoek. Ondanks een tweetal verhoren van de belegger was de SEC nooit dicht bij een onthulling van de fraude. Chrysler kreeg afgelopen vrijdag een noodkrediet van $4 miljard. De autofabrikant werd voorafgegaan door branchegenoot General Motors. In totaal trekt de Amerikaanse regering $17 miljard uit aan staatssteun voor de autosector. Nu nog even naar de Amerikaanse beurzen. Wall Street begon het nieuwe jaar vrijdag voortvarend. De Dow Jones won ondanks een zwak macrocijfer over de Amerikaanse industrie 2,94% op 9.034 punten. Tot slot nieuws uit Azië. De Japanse beurs kende vandaag zijn eerste handelsdag van 2009. De Nikkei-index won 2,07% op 9.043 punten. Exporteurs als autofabrikant Honda en computerbedrijf Nintendo profiteerden van een lagere yen. Het belastingplan van Barack Obama viel tevens goed. Tot zover voor vandaag, een fijne dag verder en graag tot morgen.